Silke van Wijnsbergen, je eerste seizoen bij Anderlecht en meteen kampioen. Hoe voelt dat aan? Ja, supergoed natuurlijk. Dat is daarom dat ik naar hier ben gekomen. Ik had het mij niet mooier kunnen voorstellen. Het is jammer dat ik er vandaag zelf niet op lijn sta, maar mijn team heeft het goed opgelost vandaag. Heeft echt gestreden tot de laatste minuut, want het was wel moeilijk tot de laatste minuut. Maar we hebben het over de streep kunnen trekken en ja, dat is waar dat we eigenlijk heel de play-offs al voor staan. Dat we het gewoon als team tot de laatste minuut blijven vechten. En ja, ik ben super trots op iedereen. Ja. Voelt het anders aan dan een beker te winnen? Ja, toch wel. Die beker, ik heb al een aantal bekers gewonnen, dat is heel mooi, maar dit staat toch nog een trapje hoger. Want je werkt daar een heel jaar voor. Dus ja, dit is echt nog wel iets mooier. Ja, het is wel bij momenten moeilijk geweest, hè? Ook bij Anderlecht. Ja, zeker. Het was niet het makkelijkste seizoen dat ze hier al gehad hebben. Maar dan smaakt het eigenlijk nog zoeter om het toch op het einde goed te kunnen afsluiten. En dan zeker hier op het veld van Leuven. Oké. Een dikke proficiat in elk geval. Dank u wel.